Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag 11 april en we zijn in de ontbijtzaal aan het ontbijten. Het is hier echt onwijs druk, maar toch hebben we nog wat eten weten te scoren. Ik heb geroosterd broodje, iets waarvan ik niet weet wat het is. En een muffin, waarvan ik ook niet weet wat het is. En dan gaan we zo lekker op pad. Het ontbijt zit er weer in, was hartstikke lekker en we gaan nu een ritje tegemoet. We gaan namelijk eerst naar Monument Valley vandaag, dus we staan nu bij het tankstation. Gaan voor de zekerheid weer de tank volgooien en dan gaan we 2 uur en een kwartier rijden. Fabian heeft het volgens mij een beetje koud. Oh nee! We hadden $20 betaald, maar volgens mij is hij al veel eerder gestopt. Het is in ieder geval best wel koud, het zonnetje schijnt wel, maar de wind waait best wel hard. Dus we vragen ons af of het gewoon hier altijd waait of dat het gewoon toeval is. We hadden inderdaad $20 vol betaald en uiteindelijk hebben we maar 14 in de tank gegooid. Dus Fabian is nu weer terug naar binnen toe om de overige $6 weer terug te halen. Warm is anders. Ja, het is koud hè? Zo hé. En je had het verkeerd ingeschat, of niet? Ja, altijd. Ik schat het altijd te ruim in en dan moet je even terug naar binnen lopen. Maar ik wilde gewoon een volle tank hebben, omdat ik niet precies weet hoe we uitkomen. Zelfs met tankstations daar in het NAVO-gebied. Dus liever rather safe than sorry. We zijn bijna aangekomen in Monument Valley en om jullie even een idee te geven wat voor prijzen ze hier vragen. Wij moeten dus $20 betalen om hier naar binnen te kunnen, ondanks dat we een National Park pas hebben. Oh jongens, het is zo koud. Het waait zo hard hier. Oh, maar we gaan nu naar het uitzichtpunt toe. We staan even in het toeristische winkeltje en Fabian is onder de indruk van deze zandschilderijen, gemaakt door echte Navajo. We hebben er eentje uitgekozen en die zijn we nu aan het afrekenen. We zullen hem straks wel even laten zien. Ik vind deze wel een beetje creepy, moet ik eerlijk zeggen. We gaan nu het rondje over Monument Valley doen. Er zijn 12 punten volgens mij, of 9, wat was het? Volgens mij waren het 10, maar het kunnen er 10, ook 12 zijn. 12, maakt het uit. Dat kunnen we met de auto doen. Je hebt af en toe gewoon stopplekjes waar je de auto uit kunt. En het is wel fijn dat het in de auto kan, want het is echt heel koud. En dan rij je er zo langs, op zo'n weg. En je mag hier niet hard rijden. En volgens mij mag je ook met de huurauto hier eigenlijk niet komen. Klopt, officieel mag dat niet. Nou, officieel mag het niet. Hebben wij pas gelezen nadat we hier gereden hebben, ja. Denk ik. We wisten dat helemaal niet, joh. Toen hadden we het al gedaan. We snappen wel waarom we hier eigenlijk niet met de huurauto mogen komen. Het ziet er niet zo spannend uit, maar af en toe zijn er plekjes. Dan duik je echt naar beneden. En alleen maar stenen natuurlijk. Niet heel goed voor de auto, maar we hebben een SUV, dus die is daarvoor bedoeld. Hobbel de bobbel, de bobbel. Hoppakee. Oh. Wee. Zo, en los. Hoppakee. Hallo. We dachten net dat het eerste stuk wel erg was, maar we kwamen net langs een stuk waar onze auto echt alle kanten op ging. En Fabian is nu aan het rijden, maar ik ga zo meteen ook nog wel een stukje rijden, want dat vind ik wel heel erg leuk om te doen.
zijn inmiddels al 2 keer honden tegengekomen onderweg. Het zijn ook wel echt zwerfhonden, want ze komen meteen naar de auto toe. Maar ik had ze hier niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen. We gaan eventjes wisselen. En nu ga ik Fabian even laten zien hoe je echt off-road rijdt. Mocht het beeld nu heel erg schokkerig zijn, dat komt omdat Rochelle mij aan het laten zien is hoe je off-road moet rijden. Woehoe! Dus we moeten straks ook even ergens stoppen om mijn lunch weer eruit te gooien, vrees ik. Kijk dit stukje dan! En daar in de verte loopt trouwens weer een zwerfhond, of in ieder geval een hond die hier bij het terrein hoort misschien, dat weten we niet. Oh my god. Ik ga alle kanten op. Ze komen ook gewoon echt naar je auto toe om te kijken of je wat hebt. Nou, loopt hij net weg. Uitgewaaid en wel hebben we het hele rondje afgemaakt. Je kan een soort rondje langs alle bezienswaardigheden doen. We hebben ze bijna allemaal gezien, maar ze zijn best wel lastig te herkennen omdat er best wel veel op elkaar lijkt. We zijn net het park uitgereden en we gaan nu een plekje opzoeken om te lunchen. We zijn aangekomen bij een soort winkelcentrum. Niet benoemenswaardig voor ons hoor, maar er zit wel een Subway. Dus daar gaan we even lekker lunchen. Kijk eens wat een heerlijkheid. Het ziet eruit als een goede lunch. Ik heb gekozen voor de oven roasted chicken en die hebben ze namelijk niet in Nederland. Dus altijd als ik in Amerika ben, dan bestel ik deze. We zijn inmiddels op ons volgende punt aangekomen. En Fabian gaat nog even vertellen wat er aan het einde van Monument Valley gebeurde. We gingen namelijk dat rondje rijden en uiteindelijk moet je, bijna aan het einde moet je weer een stuk omhoog om weer bij de visitor center te komen. En wat gebeurde toen, Fabian? Nou, ik had natuurlijk in eerste instantie de fout gemaakt door Rochelle te laten rijden. Dat had ik natuurlijk sowieso al niet moeten doen. En toen ging Rochelle een berg op en die dacht halverwege, joh, rustig aan, komt wel goed. Maar dat kwam niet goed, want er was helemaal niet meer genoeg kracht in de wielen om omhoog te komen. Dus Rochelle gaf alle gas die ze wilde, maar de wielen slipten en even een paniekmomentje. Maar eerlijk is eerlijk, ze heeft ons er ook weer uitgered door heel kalm te blijven en goed te reageren. Dus, Fabio, dat was even spannend. Fabio was helemaal in paniek. Ja, je rook moment... het verbrande rubber van onze banden en ik zag het alweer gebeuren dat het niet goed ging. Maar dan heb je het netjes opgelost. Dus we zaten heel erg vast, net alsof je in het zand vast staat. Dus dan ben ik gewoon weer naar achter gereden, een stukje de berg af. En toen viel de andere kant weer erop. Dus dat hebben we overleefd. Ja, gelukkig. We zijn nu bij een dam. De Glen Canyon Dam. Daar zijn we nu. En we gaan nu even kijken hoe dat eruit ziet. Zo heet het dus. En we gaan nu via dit trappetje naar beneden. Moet je weer gevaarlijk doen? Ah joh, ik weet wat ik doe. Kom hier vaker. Er is weinig trap aan te noemen dit ook. Het zijn gewoon een paar stenen waar je op loopt eigenlijk. Oh, dit gaat goed jongens. God. Dit is de trap waar we net vandaan komen. Maar het zijn inderdaad gewoon stenen. Er is gewoon een rekje langs gezet. Dit is de dam waar ze het dus over hebben. Daar in de verte zien jullie een brug eroverheen en daar reden we. En toen we naar beneden keken dachten we, oh, dit is echt heel hoog. En inderdaad. En dit is dan de andere kant. Super mooi. En dat is de Colorado River. Daar is dus de dam. En dan hieronder loopt het water. En daar helemaal links kun je er een stukje van zien. Ik ga het niet doen. Wij hebben ons net even opgefrist en omgekleed en wij zitten nu in de lobby van het hotel met wat te drinken, wat je hier gewoon kunt pakken. En we gaan zo meteen iets heel erg leuks doen. Ja. Maar wat zal het zijn? Volgens de mensen. Ja. En wij gaan zo meteen iets heel erg leuks doen, wat wij al bijna nog nooit hebben gedaan. En dat is namelijk schieten op een schietbaan. Het zit hier 5 minuutjes vandaan. We hebben net al 2 pakketten geboekt. En ik zal jullie je natuurlijk weer meenemen. Want je mag daar filmen, je mag daar fotograferen. Dus ik ga jullie gewoon alles laten zien. Nou, daar gaan we jongens. Ik vind het wel een beetje spannend. Ja, de cash works too. Cash? Ja, cash. Oh, yeah, that's all right. Yeah.